Ik heb een opleiding bestuurskunde gedaan aan Saxion in Enschede. En na mijn opleiding ben ik Fast Forward traineeship gaan doen. En uiteindelijk via Fast Forward ben ik bij Aveco de Bond beland. Ik heb niet echt een vaste functie. Ik ben echt als trainee hier in dienst. En het mooie is dat ik daardoor heel veel verschillende werkzaamheden kan oppakken. En ik ben op dit moment voornamelijk bezig met een stukje projectmanagement ondersteuning. Ja, door het Fast Forward traject krijg ik de kans om verschillende soorten werkzaamheden te doen. En ook bij diverse organisaties. Wat Fast Forward mij persoonlijk heeft opgeleverd, is met name een verbreding in mijn netwerk. Ik heb door heel Overijssel eigenlijk in onze regio allerlei ondernemers leren kennen, bedrijven leren kennen. En daardoor kon ik ook voor mezelf een goed beeld, heb ik een goed beeld gekregen van wat ik nou eigenlijk wou. Fast Forward levert mij persoonlijk op dat ik verschillende werkzaamheden kan uitvoeren, bij verschillende vakgebieden kan kijken, omdat ik heel erg zoekende ben naar hetgeen wat ik nou echt leuk vind en graag in door wil ontwikkelen. Ik ben hier adviseur gebiedsontwikkeling. Wat wij hier bijvoorbeeld doen is ontwikkelende partijen, zoals projectontwikkelaars, helpen bij het realiseren van bijvoorbeeld woningbouwplannen. Ik heb Fast Forward gekozen omdat ik na mijn bachelor eigenlijk op zoek was naar een volgende stap voor mij. In mijn ogen, ik wou wel graag aan het werk, maar ik wou graag in combinatie doen met een intensief leertraject. Op dat moment zat ik eigenlijk niet te wachten om mijn master te gaan volgen. Dat paste op dat moment volgens mij niet helemaal bij hetgeen wat ik zocht. Maar uiteindelijk ben ik bij Fast Forward terechtgekomen omdat zij onder de vlag van Saxion opereren. En daardoor kreeg ik een goed gevoel bij de borging van het leiderschapsprogramma bij Fast Forward. En kreeg ik een unieke kans om mijzelf te ontwikkelen.